De toeristenbelasting in Ommen moet omhoog. De gemeente wil toeristen 20 cent per nacht meer laten betalen. Volgens de recreatieondernemers gebruikt Ommen de toeristenbelasting als melkkoe. Ze vinden het oneerlijk dat hun gasten meer moeten gaan betalen... en zijn bang dat toeristen kiezen voor een andere plaats om vakantie te vieren. Daar worden we echt niet bij van als recreatieondernemers in Ommen. En de toerist moet weer betalen voor dingen die in Ommen fout gaan. En de toerist die brengt al zoveel naar Ommen en Ommen die staat zich er ook op voor. Wij zijn een toeristische gemeente. Wij willen graag toeristen hierin hebben. Maar nu moeten de toeristen wel meebetalen als er in Ommen iets fout gaat. En dat steekt ons ook enorm. Ommen moet bezuinigen. De gemeente heeft het financieel zwaar. Bovendien betaal je in Ommen minder toeristenbelasting dan in vergelijkbare gemeenten. De gemeente stelt daarom de verhoging voor. Als het nodig zou zijn om de toeristen te grieven hier in Ommen... Dan zou ik zeggen: Ja, doe het. Maar als ze het niet gebruiken om toerisme te bevorderen, dan zeg ik: Wat is dan de reden om het te doen? Dat vind ik niet leuk. Want uh, wij betalen dan genoeg. En dan moet je dan meer toerisme belasting. Dat vind ik eigenlijk een beetje, een beetje te duur. Ja. Het gaat natuurlijk maar om nou, 20 cent per nacht per persoon. Ja, 20 cent. Maar dat is voor wel, wel weer bij ons 440 cent. En als je het gezin, onze kinderen komen hier ook wel met, met 5, 6 personen. Nou, dan, wordt het, dan gaat het wel weer, weer zoveel omhoog. Het definitieve besluit moet nog genomen worden. Dus de recreatieondernemers gaan alles op alles zetten om verhoging van de toeristenbelasting te voorkomen. We gaan de politieke partijen benaderen en ook proberen om met argumenten aan te komen dat dit heel erg onverstandig is. En dat de toerist dan niet meer voor ommen kiest, maar voor naburige gemeenten waar niet die toeristenbasis zo fors wordt verhoogd.